Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Oh, wat spannend weer! We zitten hier even bij het Hout van Goud, oftewel mijn houtwinkeltje, jongens. En ik zie hier een bordje. 2-sterren-review. Voorraad zeer matig. Groetjes, cowboy. Dit vind ik niet leuk, jongens. Ik ga de werknemer ontslaan. Wacht even, ik ben de enige werknemer. Jongens, ik heb een 2-sterren-review gekregen van meneer KB, omdat mijn voorraad zeer matig is. En ik geloof hem ook wel, mijn dark ook is op. Dit junglehout wil niemand blijkbaar. Ookhout is er nog, nou genoeg, er is nog ookhout. Spruishout is gekocht en hier is ook nog spruishout. Dus waar heb je het nou over, meneer KB? Er is genoeg. Deze diamonds gaan we trouwens meenemen. Dan gaan we deze snel aanpassen naar een 5-sterren review. Voorraad zeer sterk. Zo, groetjes cowboy. Oké, dankjewel voor de goede review, meneer KB. Heel aardig van je dit. Passen we dit bordje ook hier weer even aan met de PS. Is het hout in Max's winkel op? Haal hier hout van aan. Nee hoor. Zo, kijk dan nog eens in plaats van haal het hier van aan. Dit is een slechte winkel. Goed, jongens. In de vorige video heb ik hierboven mijn Netherite templates te koop gezet. Laten we even kijken wat het resultaat is. Hebben mensen het gekocht? Nee. En hier? Nee. Waarom nou niet? Hoe kan dit nou? Ik kreeg wel heel veel reacties over dat ik per ongeluk eentje te veel had gedaan. En dat klopt. Ik moet er natuurlijk ook eentje voor mezelf bewaren. Dus die neem ik snel mee terug. Maar blijkbaar hebben niemand anders tot nu toe Netherite templates gekocht. Oh, nee. Ik had er wel eentje mee in de chest gestopt, jongens. Jullie hebben allemaal verkeerd gekeken bij mijn video. Leugenaren. Zo, hoppakee. Goed. Het thema voor vandaag, jongens. Dat is het thema voor vandaag. Het puntje waar ik mee wil beginnen. Ik heb natuurlijk die Netherite templates. Heb ik prachtig mooi. Heb ik in de vorige video bemachtigd. Maar nu moeten we nog Netherite krijgen om daadwerkelijk onze tools te upgraden. En volgens mij moet je dan echt naar een heel laag niveau om te minen voor Netherite. Dat heb ik zo lang al niet meer gedaan. Laten we daar even een mooi ingangetje maken. Gaan we gewoon bloep, met het trappetje naar beneden. En dan kijken we wel even of we op het goede niveau komen om Ancient Debris te minen. En volgens het internet is dat op ongeveer niveau 15. Dus laten we dat dan ook maar doen, jongens. Ben benieuwd hoe lang het duurt voordat of mijn pickaxe stuk is of dat we... Oh, iemand anders heeft hier ook al gemined. Of dat we Ancient Debris gaan vinden. Hey, de eerste jongens. Hoppakee. En is het gelijk meer lava? En het is wel meer. Het is wel meer, maar ik moet oppassen voor de lava. Even kijken. Kijk, daar is meer. Maar dan moet ik die lava even weghalen. Zo. En hoppakee. We hebben er gelijk twee. Komt goed uit. En de volgende alweer gevonden. Eentje maar waarschijnlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Zijn het er niet meer? Volgens mij zijn het er niet meer. Maar dat is niet erg. Goed, jongens, we zijn ongeveer 30 minuten, misschien 20 minuutjes ergens tussenin, zijn we verder. En we hebben zo belachelijk veel ancient debris. Ik ben ook hier en daar telkens mijn blokjes aan het droppen, want ik heb het gevoel niet dat ik alles nodig heb. Ik wil wel een beetje kwarts houden, maar voor de rest zijn we alles gewoon een beetje aan het slopen, of aan het slopen, aan het weggooien. En heeft dat maar een beetje aan het minen en weet ik wat allemaal. Maar het resultaat tot nu toe, jongens, is echt geweldig. 36 ancient debris. Ik dacht, ik ga ongeveer komen... Kijk, daar hebben we weer kwarts. Ik ga ongeveer komen voor een beetje... Maar hooguit 20, weet je. Maar op een gegeven moment vond ik er zoveel. Kijk, dan hebben we het kwarts weer gehakt. Dan hakken we hier weer naar beneden zo. En dan gooien we het kwarts weer weg. En dit gooien we ook weer weg. Ik hoef dat al dat spul niet te hebben. Ik hak de kwarts puur voor het XP dat mijn pickaxe niet stuk gaat. Goed, maar volgens mij... ik ben wel de weg kwijt. Dus ik moet even aan de coördinaten kijken hoe ik nou in godsnaam weer terug thuis kom. Maar dat is voor nu even niet belangrijk. Laten we een beetje die kant op gaan. Volgens mij, volgens de coördinaten, moet ik dan een beetje deze kant op hier. Maar wat ik altijd probeer te zeggen, maar ik onderbreek mezelf voor een of andere reden. Zoals je kan zien is meneer KB online. En aangezien ik zoveel heb gevonden, jongens, leek het me wel leuk om hem een cadeautje te geven. We gaan 1 of 2 Netherite ingots gaan we aan hem geven. Maar daarvoor moeten we wel eerst even veilig lopen langs huis, als ik ooit nog thuis kom. En ik ben benieuwd wat hij van het cadeautje vindt. Ik hou echt van kwarts in de Nether, jongens. Het is zo makkelijk om je tools te repareren met kwarts. Dat maakt het zo makkelijk. Okay, laten we nu gewoon in 1 rechte lijn die kant op gaan. Ik denk dat we dan snel... Kijk, dit 1 rechte lijn! Ik ben de hele tijd breed aan het hakken. Volgens denk ik, ik ga 2 seconden even in 1 rechte lijn. En ik vind gewoon nog 2... Ik heb nog nooit zo'n goede Netherite sessie gehad. Kijk, hakken er wel een beetje omheen, voor de zekerheid. Maar er is niks. Nou, ik heb echt nog nooit in mijn leven zo'n goede Netherite sessie gehad. Het is echt belachelijk. Kijk, we zitten hier weer op... Volgens mij aan de rommelige route te zien is dit mijn pad. Iedereen gaat altijd de rechte lijn en ik ga alle kanten op. Laten we dit pad van mij gewoon volgen en dan kijken waar we uitkomen. Hey, ik ga maar gewoon een pad naar boven maken. Hopelijk komen we geen lava tegen. Zoals dat. Er komen lava tegen. We zitten echt vast hier beneden. Oh, we zijn uit de grotten. Oh, daar ben ik al heel blij mee. Nu hoeven we alleen nog een beetje de coördinaten goed te volgen. En als het goed is, zijn we dan elk moment thuis. Oh, we zijn thuis, jongens. We zijn er. Als het goed is dit de portal van Floor en René. Ik ben altijd blij als ik klaar ben met de Netheravontuur. Vorige video ook, deze video weer.
Oh, maar deze. Ik dacht even dat ik dood ging. Het had echt wat geweest als ik daar nog dood ging. Dat ik naar beneden werd geschoten. Oké, stoppen we eerst even alle troepjes stoppen we gewoon weg. Ik heb een paar kwarts meegenomen, maar ik heb al heel veel. En ik ga dat denk ik nooit allemaal nodig hebben. Dat is misschien ooit. Dan heb ik heel wat goud nodig. En zo te zien heb ik dat bijna niet meer. Huh? Oh, wacht, dat heb ik laatst allemaal omgesmolten. Ah, kijk, ik ben voorbereid, jongens. Dan vraag ik me af, kan dit in een blast furnace? Als ik dit zoals dit doe, zo. Oh, dit kan in een blast furnace. Dan gaat het heel snel. Voor je het weet, jongens, is alles omgesmolten. Zo, hoppakee. Kijk hoe snel dit gaat in een blast furnace. Dat is echt belachelijk. Oké, we kunnen de eerste netherite kunnen we even craften vast. Volgens mij moest dat zo en dan... Zo? Nee? Huh? Je hebt toch 4 nodig? Of heb je er 3 nodig? Heb ik het verkeerd ombedacht? Zo, en dan... Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet gewoon niet meer hoe je netherite maakt. Zo dan? Oh, dit was netherite. Kijk, dit is hem. Hoppakee, dan hebben wij 3 ingots al, maar we gaan er gelijk even wat meer van maken. Ik heb er in principe maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 nodig. Volgens mij 7. Zo, dus dan heb ik 10 scrap. Daar zou je 2 ingots van kunnen maken. Dus dat zou betekenen als ik dit allemaal eventjes bewaar en meneer KB geef. Zo. Een pakketje van 8 en 8. Kijk, de andere ga ik bewaren. Maar voordat ik het pakketje van meneer KB klaar ga maken, heb ik een smithing table nodig. En heb ik die al hier staan? Volgens mij niet, hè? Dus laten we die eerst eventjes maken zo. Plaatsen we die mooi hier. Dan kunnen wij gaan upgraden. Als het goed is. Oh, dan heb ik natuurlijk die template nodig. Oh, ja. Dus laten we hem eerst even nog een keer duplicaten. Als het goed is, moet het op deze manier. Ah, oké, ik snap hem, jongens. Ik snap hem. Dus we kunnen maar 1 dingetje nu upgraden, omdat we even nog niet genoeg diamonds hebben. Maar laten we dan wel gewoon vast mijn ex even upgraden. Met volle trots, zoals dit. Hoppakee, daar is hij. Netherite ex, jongens. Dus op de andere netherite stoppen we even netjes hier weg. Moeten we wachten tot we iets meer diamonds hebben, zodat we de netherite of de smithing template kunnen upgraden of upgraden duplicaten. Maar dat komt helemaal goed natuurlijk. Laten we nu even langs meneer KB gaan en hem een leuk pakketje geven. Goed, jongens, ik ben helemaal klaar. Ik heb alles in een leuke shulkerbox voor hem gedaan. Ik laat het wel even aan jullie zien. We hebben, als je hem opent, heb je hier de netherite scraps. Je hebt het goud, je hebt wat honing, weet even voor de leuk erbij. En piraten en cowboys staan samen sterk. Hopelijk vergeeft hij me voor het tolpoortje. Laten we maar snel naar meneer KB gaan. Goed, jongens, we zijn aangekomen bij het Wilde Westen. En ik zie hier Barry de Barman en Fristy de... Pistie? Ik heb geen idee. Barry de Barman en Fristy. Ik ben hier in de salon van meneer KB terechtgekomen. Wow, die villager daar, die lijkt wel op Penelope, maar dat is ze niet. Ik mis Penelope nog elke dag. Jemig, die villager achter me is echt een feestje aan het houden hier. Goed, laten we even kijken waar meneer KB is. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, deze salon hier is echt geweldig van meneer KB. Kijk nou hoe leuk deze cowboystraat er al uitziet. Volgens mij... Is meneer KB bij die beacon daar verderop bezig? Dus laten we daar even kijken. Oh, daar ben je! Howdy. Haha, ahoy. Voordat we dit gesprek kunnen starten. Ik weet trouwens niet precies wat je van plan bent, maar ik verwacht dat als er een piraat op mijn stoep staat, dat er een gesprek komt. Er komt een geweldig gesprek. Je weet niks af van wat ik hier aan het doen ben. Ik zie helemaal niks. Het is gewoon een normaal wild west hier. Ik zie alleen een paard die mogelijk een keer gekidnapt kan worden. Nee. Of gepaardnapt. Nee. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee.
Oh, nou weet je, dan gaan we ook gewoon niet hier staan. Wat dacht je daarvan? Ja, ik heb wel... Mijn broekzakken zitten vol met stenen. Ja, maakt niet uit. Ik heb een koffertje mee. Misschien wat minder snel. Nou, maakt niet uit. Ik heb een koffertje mee, dus je hoeft ook niet veel te tillen. Voor mij is zo. Wacht even. Dit gaat niet... Wat is er? Nee, geef me heel... Even kijken. Neem je tijd. Bij jouw concurrent... houdt ja, dat is, vind ik echt... Ik heb je 5-sterren review gezien. 2. 5 was het volgens mij. Er stond 5-sterren review, voorraad is erg sterk of zo. En dan meneer Cowboy. Ja, echt. Dat weet ik. Dat stond er echt. Sabotage. Oké, ik heb iets minder stenen in mijn broekzak. Kijk. Ah, kijk, zo ken ik je weer. Nou lijkt die cowboy ineens op een cowboy. Ik wou net zeggen. Hartstikke deetjes. Nog even, hup. Kijk, ik ben er helemaal klaar voor. Oké. Ja, dat zijn veel stenen. Zullen we in je salon even anders heel even zitten? Ja. Dat vind ik een goeie. In mijn knipsalon. In je knipsalon. Heb je nog een nieuw kapsel nodig? Of, Nou, ik ben kaal. Dus misschien kan je... Ik weet niet of je ook haarimplantaten doet, maar... Ben jij kaal? Ja. Niemand snapt volgens mij echt wat er met jouw skin aan de hand is. Nee, ik zelf ook niet echt helemaal. Ik dacht eigenlijk dat je heel veel blond haar had. Blond haar? Waar zie jij blond haar? Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dat... Okay. Ik zie altijd mijn skin als iemand die gewoon nog nooit heeft geslapen. En hij is kaal. En daarom heeft hij nog nooit geslapen. En waarom is hij geel? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat ik nu niet meer kan slapen. Heel mijn leven is een leugen. Jij dacht dat ik blond haar had. Ja. Ook over mijn vingers dan of zo. Mijn handen zijn ook blauw of geel. Of... Ja, dat is wel gek. Dat is inderdaad wel gek. Ja. Zo lang blond haar dat ook mijn hele handen bedekt. Kijk, ik had Benny had ik al mooi neergezet bij de goede locatie. Ja, speciaal die hekjes ervoor neergezet. Ja, ik wou net zeggen. Ik dacht, ik wil wel gewoon mijn paard op de goede... Ze hebben mist alleen wel een drinkbak, moet ik zeggen. Ja. Altijd... Ben jij toevallig van het WNF, of niet? Nee. Zeker niet. Het WNF heb ik ook op mijn dak. Ik heb een grote bijenproductie, daar zijn ze niet altijd blij mee. Oh, oké. Hey, ik vind je salon vind ik ten eerste echt geweldig. Dank je. Heb je het nieuwe barmannen al ontmoet? Ja, Barry en Fristie. Ik was net al even aan het kijken. Ik vond Barry de barman, maar er rijmde niet echt iets op Fristie. Nee, maar Fristie, dat is gewoon een hele belangrijke naam. Ja, dat snap ik. Hij verkoopt hij, zeg maar. Barry die verkoopt 18 plus drankjes en Fristie. Ze zijn wel heel enthousiast. Ja, ze hebben alleen ze willen je heel graag bedienen. Dat is een beetje jammer. Maar ze hebben er wel zin in. Dat is leuk om te zien. ze denken eindelijk een keer klanten. Er is ook iemand boven net aan het kraken, dus het kan zijn dat je er last van krijgt. Ah, dat maakt niet uit. Hey, kijk, ik heb dit ding nu. Hier. Jemig! Netherite. Hoe geweldig. Ik doe hem even hier. Oh, zo. Kijk. Hey. Let op. Ja. Netherite. Hoe geweldig is dat? Ik dacht, ik ga gewoon een keertje even grinden. En ik doe wat Netherite. Enige is, je hebt tegenwoordig die templates nodig, waardoor het echt achterlijk lang duurt voordat je een keer Netherite hebt. Ja, dat moet je hem niet dus willen. Ik heb alleen nog maar één dingetje, weet je? Ja. Dus ik dacht, ik verkoop nu Netherite templates in het winkelvallei. 30 diamonds per stuk. Achterlijk duur natuurlijk, maar terecht, terecht. Oh, ja, dat heb ik nog helemaal niet gezien. Ja, je kan ze kopen, maar dan heb je wel Netherite nodig, toch? Ja. Ja, dus ja. Ik dacht, ter promotie van mijn nieuwe winkeltje heb ik hier voor jou een leuk cadeautje. Nee. Dan mag je zelf inkijken. Helemaal voor mij? Helemaal voor jou is dit. Nah. Ja, dat is wel een leuk cadeautje, of niet? Ja, dat is een heel leuk cadeautje. Ja, ik had echt een hele goede sessie. Ik had iets van 38 Ancient Debris in echt een half uur tijd of zo. Wacht. Er staat, piraten en cowboys staan samen sterk. Ja. Dat is een prachtige boodschap. Ja. Maar, lijkt niet helemaal te kloppen met die prachtige tolpoort die je hebt neergezet. Ja, maar weet je wat het is? Ja, wat is het? Nu moet je dit zeg maar het moment waar je het dan moet uitleggen. Weet je... Piraten moeten ook, zeg maar, een soort belasting kunnen krijgen, weet je. Ik bedoel, het is moeilijk op zee en schurft en weet ik wat allemaal. We hebben er allemaal last van. En, Harry is weer vermist, volgens mij. Echt? Oh, nee. Ja, dus ik heb ook gewoon mijn geld nodig, weet je. En daarvoor bouw je een tolpoort op mijn pad. Want dan kan ik met dat goud nieuwe matrozen kopen. En dan kan ik je beschermen. Dat is de reden waarom ik het gedaan heb. Dat je Harry gaat vervangen? Nee. Ja, ik weet niet zeker of Harry vermist is. Ik kon hem net niet vinden. Oh, oké. Ik weet het niet zeker. Ja, nou ja, goed. Ik heb onderhand wel een antwoord op die prachtige tolpoort. Oh. Maar daar zul je nog even wat goud. Geduld voor moeten hebben. En je reacties in de gaten moeten houden. Oh, maar het antwoord is niet wat goud of... Zeker niet, nee. Ja, nee, ik geef je nee. Zelfs... Nee, hier, dan neem ik deze mee. Als het zo moet, dan doen we. Nee, je krijgt hem wel. Zo, hij is dat vind ik lief van je. Nee. Met het, is, prachtig, het is een prachtig antwoord.
Je gaat ervan genieten. En ja? Iedereen gaat ervan genieten. Iedereen gaat ervan genieten van jouw reactie op de tolpoort. Hey, het is nacht. Kan ik hier nu ik hier toch ben overnachten? Ergens, zeker, of? We hebben kamers boven. Ja? Ja. En omdat je dit prachtige knoop afgeleverd, mag je gratis. Ah, kijk. Top. Ja, heb jij een mooie kamer voor? Er is wel eentje bezet, volgens mij. Er zit eentje, iemand heet het te wiebelen. Die heeft niet betaald. Ja, die is dat die daar niet? Nee. Hier, kijk, deze. Ja, deze kan je niet, zeg maar, tenzij je gezelschap wil. Maar dan zou ik een andere kamer nemen. Ik doe wel een andere, want ik wil niet, zeg maar, met een vreemde persoon in de kamer. Ik heb drie kamers. Oh, dan is het één. Dit is de kleinste, ik weet eigenlijk niet. Ja, deze vind ik wel mooi. Oké, nou, wat rusten. Slaap lekker, dankjewel. Zo. Jij me geen goed uitgerust. Wat een prachtig... Goedemorgen, ik heb heerlijk geslapen. Goed zo, wil je een ontbijtje? Ja, lekker. Ik weet niet... gouden wortels. Wat je hebt. Gouden wortels? Daar moet je, moet je het ook mee doen. Dit vind ik, dit is echt geweldig. Dat is niet heel hard dan. Het past eigenlijk perfect bij jou, gouden wortels. Ja, ik wou net zeggen. Heb je wat er meer? Wat jij zelf eigenlijk, voor troep? Niks, gouden wortels. Oh, oké, nee, heel goed. Heb je er meer voor me? Kan ik ze omruilen? Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Wat verkoopt deze salon eigenlijk? Ja, nog niks. Zijn volgens druk mij aan zijn het overleggen met elkaar. Barry en Fristie zijn daar nog ruzie over aan het maken, volgens mij. Volgens mij wil Barry Fristie verkopen, maar Fristie wil het niet. Zoiets hoorde ik. Fristie wil Barry verkopen. Ik wil hem wel. Ik heb wel een mooi plekje voor hem in een kooi, ergens. Zo gaan we het niet doen. Ik zag die kooi ook alweer staan voor Sheriff Junior. Ja, daarover gesproken. Waar is Sheriff Junior? Die was bij mij aan het werk. In mijn geheime gat, wat niemand mag weten. Wat is er met je shockbox gebeurd? Ik denk dat je Sheriff niet gaat vinden. Tijd om Sheriff Junior te stelen, jongens. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik ga hem wel verplaatsen om hem te laten schrikken. Hier. Sheriff Junior laten we... die doen we... nemen hem mee. We nemen hem hier mee naartoe. En laten we meneer KB alleen even schrikken. Nee! Laat Barry met rust. Waarom heb ik Barry ook niet meegenomen? Ik heb het niet handig aangespeeld, dit. Waarom heb ik ineens Benny? Benny, oh, ik zeg Barry, maar ik bedoel Benny. Laat Barry met rust. Sheriff Junior staat gewoon daar. Ja, ik wilde je alleen even laten schrikken. Of ik heb de armor omgewisseld. Ik denk eigenlijk dat je vooral Benny hebt laten schrikken. Ja, en ik noem hem Barry. Dat is misschien ook nog wel pijnlijker. Oh. Ja. Ik denk ook niet dat hij het leuk vindt. Laat me met rust. Wat doe je? Oh, ik heb een wortel in mijn handen natuurlijk. Ik denk, waarom volgt hij me? Je mag hem hebben, wacht. Oh. Zie hoe goed ik voor mijn paarden zorg. Die ene gouden wortel. Schetig. Ik denk, waarom volgt hij me? Maar ik heb die wortel in mijn hand. Ik snap er even niks van. Hey, veel plezier met iets wat je niet aan het doen bent hier. Niks, helemaal niks. Dankjewel. Ik ga lekker door met niksen. Ja, het was een leuk bezoek. Ja, en een leuke dood, toch? Die kant op moet je... Ja, komt helemaal goed. Ja. Maar je hebt, dus onthoud, je hebt wel Netherite templates nodig om te upgraden. Die kost 30 diamanten. Ja. Ja, ik heb net al mijn diamanten. Ik heb serieus 27 diamanten uitgegeven bij de concurrent. De meen. En toen zag ik ook het casino nog. Dus ik ben nu vrij arm. Oh, het casino. Ja. Dat moet ik nog even doen. Niet naartoe gaan. Nou, oké. Ik ga even naar het casino. Ik spreek je later. Volgens mij kan ik nu tegenwoordig zeggen... Adios, amigos. Dat zeg ik. Ahoy, cowboy. Doei. Nou jongens, laten we nog heel even snel langs het casino gaan. Want daar heb ik ook meerdere reacties over gekregen dat ik dat helemaal nog niet gedaan heb. Goed, het Kabouter Casino. Daar ben ik nog geen één keer geweest. Oh, gelukkig hebben ze een endertje staan, jongens. Wat is hier ook weer de bedoeling? Kabouter Casino. Ik pak mijn diamonds eruit. Ik heb er 4. We gaan ze gewoon opmaken. Ik weet dat het dom is, maar we doen het. Doe 1 diamond in de dropper. 2. Druk 1 keer op de knop om te spelen. Stap 3. Stop de lamp bij de diamond blocks. Dan krijg je 3 prijzen. Ik ben heel benieuwd, daar gaan we. Een item in de hopper, of dropper, wat is het? Komt-ie. Klik. Wat gebeurt er? Oh! En we krijgen... Oh. Wat krijg ik dan? Niks. Ik verlies nu gewoon mijn geld. Dat meen je. Oh my days, oké. Okay. Ik ga mijn diamonds opmaken, jongens. Dan komt-ie weer. Als ik weer wat verlies, dan word ik echt boos. En... Dat meen je, weer niet. Als ik nu weer niet wat win, dan ben ik echt opgelicht. En ik ben benieuwd als ik wat win, dat ik ook echt wat leuks win. Oh, 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 we hebben een prijs. Oh, netherite en diamonds. Nee, netherite, jongen. Hoe dan? We hebben echt de hele netherite gemaakt en nu krijg ik een beetje uit het casino. En 3 diamonds. Oké, die gaan we allemaal opmaken. We gaan all in, jongens. We gaan all in.
Hebben we wel wat gewonnen, dat is op zijn minst leuk. Oh, dat is wel heel slecht. Maar op zich, in totaal zou ik nu 4 diamonds hebben omgeruild voor 1 netherite scrap. Zou niet eens zo'n hele slechte deal zijn geweest. Misschien een beetje, maar daar komen we nog wel achter. Dan komt die laatste poging. En we winnen niks. Dus we hebben 1 keer wat gewonnen. In totaal lopen we weg met 1 netherite scrap. Ik vind het helemaal prima. Snel naar huis en we gaan wel een keertje protesteren bij dat stomme casino. Oeh, wat staat er trouwens hier allemaal op? Hele server nether hub bouwen. Oh, dat moet ook nog gebeuren. Ja. En René en Floor moeten nog steeds een pad maken naar de basis. Jongens, dit kan echt niet. Goed, jongens. Dan is het een keertje tijd om deze turtle egg te gaan laten hatchen. En ik denk dat we dat het best kunnen doen op mijn strand. Want ik heb even online op het internet... Zoals een echte Minecraft er doet. Heb ik gekeken en het blijkt dus dat een turtle altijd teruggaat naar het strand waar hij op gehatcht wordt. Dus oftewel, als we hem hier gaan plaatsen op dit strand, betekent het dat hij altijd hier terug naartoe zal gaan. Dus dan kan hij zo ver zwemmen als hij wil, dan heeft hij alle vrijheid. Maar hij zal altijd terugkomen. Dus wat ik wil doen, is hem hier plaatsen. En dan denk ik gewoon even geduld hebben. En hopen dat zombies er niet op gaan springen. Dan wil ik wel met een name tag wil ik een naampje gaan geven. Maar laten we eerst maar even wachten tot hij een keer gehatcht is. En ik weet niet hoe lang dat duurt. Dat gaan we ook maar op het internet opzoeken. Oké, het blijkt dus dat het 4 tot 5 Minecraft dagen duurt. Dus dat duurt nog wel even. Stom ei. Goed, jongens. In de vorige video hebben wij onze prachtige bomenfarm gemaakt. Hij is natuurlijk nog niet af. Ik heb helaas deze video geen tijd om hem verder aan te bouwen. Wilde ik eigenlijk wel doen. Maar dat moeten we volgende video maar doen. Maar waar ik wel even tijd voor heb, is om de bomenfarm daadwerkelijk te gaan gebruiken. Dus even hier naar binnen gaan. Kijk, ik moet nog zoveel doen. Ik moet dit allemaal nog mooi maken. En de binnenkant klopt ook allemaal nog niet. Hij is nog lang niet af natuurlijk. Is dat nou een creeper? Huh? Volgens mij was er een creeper daar. Maakt niet uit. In ieder geval, laten we hem even gebruiken. Even denk ik voor oakhout en spruce. Maar laten we beginnen met oak. Dan zetten we eerst ons redstone systeem zetten we aan. Als het goed is komt het redstone. Ja, kijk, dan komt het redstone naar beneden vallen. Gaat heel luid zijn de hele tijd. Dus dat maakt niet heel veel uit. Zetten we dit systeem zetten we ook aan. Zo, dan komt er heel veel boommeel uit. En dan kunnen we lekker gaan farmen. Wat een systeem is het oké, jongens, dit. Goed, laten we dit even 10 minuutjes doen. Goed, daar zijn we weer. We hebben gelijk ook al de houtwinkel bijgevuld. Hé, meneer KB is net online. En we zijn ook een dag verder in het leven. Ik heb letterlijk maar 10 minuutjes bij, of een kwartiertje bij de houtfarm gestaan. Maar daarna ben ik lekker naar bed gegaan, want het was al laat in de avond. Maar ik had de houtwinkel, heb ik gelijk zoals je kan zien, mooi bijgevuld. Met heel wat spruce logs hier en heel wat ook hout. En dat met een kwartiertje in mijn farm staan. Hoe leuk is dat nou? Goed, jongens, dan is er toch iets wat ik nog wil gaan doen, wat me niet helemaal lekker zit. Ik wil deze smithing templates toch gaan gebruiken op mijn netherite of op mijn diamond tools en op mijn armor. Oftewel, ik moet even wat diamonds gaan minen. Want ik heb in mijn winkels gekeken en daar heb ik alle diamonds al uitgehaald en uitgegeven aan deze smith. Ja, misschien dat ik hier eentje uit kan halen. Ik denk niet dat ze allemaal gekocht gaan worden. Dus misschien eentje eruit halen is oké. Zo. Maar dan heb ik er in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodig. En dat is dan 6 keer 7. Oh, maar deze 42 volgens mij. 42, jongens. 42 diamonds heb ik nodig om dit te kunnen doen. Nou, op zich een snelle mine sessie zou niet verkeerd zijn. Dus laten we mijn mine even induiken. En die zit helemaal hier verstopt tussen de wheat. Moet je hier naar beneden gaan. Dit weghakken zo. Hierheen. En dan kom je in mijn mine. Originele ingang, hè? Oh, ik heb geen toortjes bij me. Dat gaan we... Wacht, ik neem deze om. Mijn eentje is genoeg. Die zetten we op mijn hoofd. Zo, trekken we dit aan. En is het tijd om te minen. Als het goed is, komen we elk moment aan op diamond niveau. Dat is volgens mij deze stripmine hier. En dan nu ga ik gewoon deze kant op hier. Hoppakee. Dit blijkt denk ik, vind ik, de snelste manier om diamonds te krijgen. Of door naar nieuwe grotten te gaan op ongeveer dit niveau. Daar vind je ook behoorlijk snel wat diamonds. Gelukkig hebben we Fortune 3 op mijn pickaxe staan. Dus het zou goed moeten komen dat het snel gaat. Ah, jongens, zoals jullie kunnen zien zijn we weer lekker aan het minen. En ik wilde even een klein verhaaltje hierbij doen. Niet heel bijzonder, maar in de vorige video had ik ook zo een mine sessie gedaan met de camera en zo die er mooi leuk omheen vlogen. En toen kreeg ik een paar reacties van mensen die dachten dat dit X-ray was. Maar maak je geen zorgen, dit is gewoon mijn replay editor waar ik mooie timelapses maak en zo. Dus ik ben niet aan het vals spelen. We keren terug naar mijn sessie. En we zitten weer in een andere ruimte, want het is weer een dag verder in het leven. In totaal doen we 3 dagen over echt de meest simpele content fame video ooit. Nou, trouwens simpel, we moesten wel heel veel minen de hele tijd.
Maar zoals je kan zien, jongens, is het resultaat is wederom geweldig. Wat we nu kunnen doen, is even de netherite dingen duplicaten. Oh, wacht, trouwens, dat moet helemaal niet op deze manier. Volgens mij heb ik dan ook nog dit nodig. Volgens mij moet dat zoals dit. Kijk hoor, 1, 2, 3. Even kijken, bonk, bonk, hoppakee. Zo, 5. Ik heb er nog eentje nodig. Zo, hoppakee, 6 jongens. Nou, laten we er dan maar 7 doen om er eentje over te houden. Doen we er eentje terug hierin, dat we niet, dan zijn ze natuurlijk allemaal gelijk op. Dan upgraden wij mijn pickaxe, prachtig zo. Oh, ik heb natuurlijk netherite nodig. Maar in, als het goed is, heb ik dat 3 dagen geleden, oftewel, ja, hier. Dat is natuurlijk nog voor deze video volgens mij voor jullie. Voor mij is dat alweer 3 dagen geleden. Dan heb ik natuurlijk al deze netherite gemined. Zo, dat is een pickaxe, dat is een shovel, dat zijn schoenen. Dat is een chestplate, een prachtige broek en een prachtige helm natuurlijk. En we hebben zelfs nog echt heel veel diamonds over. Maar zoals je kan zien, jongens, zijn wij helemaal volledig in netherite. En terwijl ik hier omhoog liep, werd ik aangevallen. Maar ik heb netherite nu aan. Je kan me niks doen. Misschien dropt hij hem wel. Oeh, heeft hij hem gedropt? Nee, maakt niet uit, ik heb er al een. Mijn schip ziet er ook op het moment niet uit door al die dingen hier. Maar jongens, zoals jullie al hoorden wat ik bij meneer KB... Trouwens, ik heb mijn armor aan, dat is niet nodig nu. Ik bedoel, als wij hier een veilige basis zijn, hoef ik mijn armor niet aan te hebben, vind ik. Maar zoals ik al bij meneer KB zei, jongens, volgens mij is Harry wederom vermist. En het rare eraan is, je zou denken, maar Max, je hebt hem toch opgesloten hier? Ja, dat klopt. Maar kijk, Hermeline is er nog. Ron, het zoontje van Hermeline en Harry, is er nog. Ik hoor zelfs een heks. Maar waar is Harry zelf? Harry is compleet verdwenen, jongens. Hij zou onmogelijk hieruit kunnen ontsnappen. Dus waar is hij heen? Ik snap er echt helemaal niks van. Misschien zit hij hierachter verstopt. In de loze ruimte van het schip. Waar ik ook een heks hoor. Hallo? Is dat hier? Zit hier iets verstopt? Hallo? Nee, wat hoor ik allemaal ook? Ik hoor een heks, maar ik kan hem gewoon niet vinden. Het is heel frustrerend, dit. Je zit hier ergens. Hè? Oh, dit is raar. Er is ergens een heks aan het rondlopen, maar ik weet niet waar. Waar zit jij? Hierboven misschien. Ik heb echt het gevoel dat ik in de maling word genomen, jongens. Waarom hoor ik een heks? Jongens, ik word helemaal gek. Luister, komt-ie. Wacht. Let op. Dat geluid. Hè? Waar komt het vandaan? Het zit rechts hier. Hier. Daar ben je. Ik wist het. Oh, wat ben jij vervelend. Hier kom jij. Oh, eindelijk, hè, hè? Gaan we er ook gelijk een torch plaatsen, zodat het niet nog een keer kan gebeuren? Wat was dat frustrerend, hè? Dat is een stomme heks. Maar goed, Harry is dus ontvoerd. Ik denk dat hij ontvoerd is. Ik zou namelijk niet weten waar hij anders heen is. Hij kan namelijk niet uit zichzelf zijn ontsnapt. Dus iemand heeft Harry, de piraat, de enige echte Harry, ontvoerd. Het is echt vreselijk. Maar goed, jongens, helaas is dit alles waar ik vandaag tijd voor heb. Ik moet ook nog andere video's opnemen en weet ik wat allemaal. Volgende content van je video gaan we gewoon zoals gewoonlijk weer bouwen. Er zit er wel eens eentje tussen waar ik het gewoon helaas niet red. Vergeef het me, ik doe mijn best voor jullie, echt waar. Ik bedoel, dit is pas aflevering 13 en kijk wat er allemaal al gebouwd is in aflevering 13. Maar goed, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het even goed leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Kijk, dit is een grote rode abonneerknop. Daar moet jij nou even op klikken. Doe nou gewoon alsjeblieft eventjes. Als je toch naar dingen op het scherm aan het kijken bent, kan je ook wel even naar deze video gaan. Want dit is gewoon een hele leuke video om even te kijken. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date als het vorige deel namelijk. En nu spreek je laat glaasje water, tot 4 flesje bier, tot de volgende keer.